Nou, daar zitten we dan, around the world. We gaan straks in een reusachtige draaimolen die echt 40 meter omhoog gaat. Dat kost maar 3,50 ook, geen geld. 3,50, echt serieus? Ja. Wietse durft er dus eigenlijk niet in. Ik heb wel hoogtevrees inderdaad. Maar sinds waar hij al in is geweest, het is aan elastiek, weet je. Nou, ja, nou, als je katapult, dan durf je overal in. Ja, precies. Dus, nee, ik ben benieuwd. We gaan ervan genieten. We gaan nog even wat schieten met de GoPro boven. Dus kan ik mijn huis nog zien ergens. Dat zou wel leuk zijn, ja. We gaan alles gewoon op film leggen en dan laten jullie het mooie uitzicht zien wat je vanuit Around the World kan meemaken. Nou, dat was een leuke ervaring. Ondanks mijn hoogtevrees heb ik er wel aardig van genoten. Wat vond jij ervan, Puk? Ik vond het heerlijk. Lekker met de blote voeten. En wat ik ook moet zeggen is een schitterend uitzicht en ook het mooie zonnetje erbij. Je ziet echt de highlights van Dave, daar kun je echt vanuit... Vond je het nou een beetje eng, Wiese, of niet? Ik vond het wel een beetje eng. Maar de truc is om een beetje naar de horizon te kijken en niet naar beneden kijken. Okay. Dat is het. Ik heb genoten. Als ik heel eerlijk ben, vond ik dit de vetste attractie. Maar goed. Ja, lekker luchtig daarboven, windje erbij. Heerlijk. Heerlijk. Wat wil je nog meer? En Wietse en Puk, wat is het oordeel over deze attractie? Past de naam bij de attractie? Nou, op zich ga je niet de wereld rond, maar je gaat rond boven de wereld. Dus around above the world was misschien een betere naam geweest, maar super vet. Ja. Je draait rond en je ziet een beetje van de wereld. Dus het past heel erg eigenlijk. Spannend ook. Heel spannend. Ik ga er zeker nog wel 10 keer in, denk ik. Nou, ik heb hoogtevrees, dus ik vond het wel aardig spannend. Comfort, hoe zit het? Heel lekker. Lekker met je blote voetjes. Lekker de wind tussen je tenen door. Heerlijk. Ja, gewoon goed. Je zit gewoon lekker. Prijs ten opzichte van de kwaliteit? 3,50. Helemaal niks. Echt goedkoop. Ja. Je zit toch een goede 5 minuten. Volgens mij zit je in dat ding. Hoeveel sterren? 5. 5. Conclusie, hoeveel sterren? Oké, we staan hier bij Around the World samen met Johannes, de eigenaar. Dit jaar is hij verkozen tot de beste attractie van de Dave de Kermis. Johannes, here you go, the prize. And this one's for you. Congratulations. Thank you very much. And how do you like winning this first time the Kermis TV prize has been brought here? I'm very happy. I only want to say thank you. Hij is heel erg blij en hij zegt dankjewel. Ik wil nog even zeggen, helaas kon Puk er niet bij zijn. Zij zit nog verderop in de Supermaus. Ze vond het zo leuk, ze is niet uit te krijgen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar Kermis TV. En tot volgend jaar. Thank you.